Ja, dank u wel, voorzitter. Beste commissaris. Wat we ook doen, welk landbouwmodel we ook gebruiken, het produceren van voedsel grijpt nu eenmaal in de natuur. En het heeft een milieu-impact. Het is onze taak en de taak van de sector om die milieu-impact zo min mogelijk te maken. Daarom is een geïntegreerde gewasbeschermingsaanpak zo belangrijk. We moeten veel meer inzetten in het voorkomen dat er een plaag uitbreekt dan het genezen. En hoe doen we dat? Allereerst door veredeling, om gewassen te veredelen die beter bestand zijn tegen ziektes. Meer te richten op bodemkwaliteit. Ecologische innovaties, zoals bijvoorbeeld het inzetten van insecten en micro-organismen. Maar tegelijkertijd ook technologische innovaties, zoals precisielandbouw. Maar dan als laatste redmiddel, om ervoor te zorgen dat het oost niet verloren gaat. Belangrijk om voedselverspilling tegen te gaan, zijn chemische middelen soms nodig. Wat belangrijk is om te beseffen, is dat de toelatingsprocedure die we hier in Europa hebben voor die middelen de strengste zijn in de wereld. Waar ik naartoe wil, is dat de zoektocht naar alternatieve, laagrisicomiddelen en biologische middelen sneller gaat, dat de toelatingssysteem daar gespecialiseerde mensen voor hebt en dat er meer mankracht en meer geld voor is om dit te gaan doen. En dat bijvoorbeeld kleine teelten die nu nog niet zo'n laatste redmiddel hebben, dat ook daarvoor bepaalde middelen beschikbaar komen. Dank u wel.